Wat zei je? Goedemorgen! Goedemorgen! Het is vandaag. Heb je deze ook zelf gemaakt? Ja? Nou, ja? Dat moet niet gekker worden. DIY channel. Het is vandaag vrijdag 13? 15. Oh, 15 oktober. Wacht, mag ik dat heel even controleren? En Birdie is in the house. Ik had vanochtend al een beetje wat dingen die op mijn pad kwamen. Ik ga hier even de deur dicht doen. Dus. 15, oké. Dus ik was de vlog nog niet begonnen, maar het kan niet beter dan Birdie in haar perfecte outfit. Heel zakelijk. Potverdikkie, hè? Ik heb zometeen nog wat zakelijke meetings. Het staat je ook goed. Oh, Trappy wil ook even. Hallo, hallo. Goedemorgen, Trappy. Goedemorgen, zonder zorgen. Goedriek, die is langs Birdie heen gerend naar zijn trein, want die had bijna zijn trein gemist. En heb je dit ook zelf gemaakt? Ja. Nou... Kijk nou, deze is echt cool. Maar de leukste, ja die, wacht, die ga ik aansteken, want die ziet er niet leuk uit zonder kaarsje. Oh. We staan hier met een ballon en dat is omdat Birdie een leuke actie heeft en daar wilden ze graag wat meer over vertellen. Dankjewel. Het voelt echt heel officieel. Heel officieel. Ik wilde eigenlijk even van Sophia kanaal gebruik maken. Omdat er deze week een actie gaande is voor een zeer zeldzame huidziekte, namelijk... Epidermolysis bullosa, afgekort EBE. En deze actie gaat eigenlijk om het creëren van meer bekendheid over deze ziekte. De ziekte houdt eigenlijk in, kort gezegd, dat er snel blaren ontstaan op de opperhuid. En dit komt omdat de huidlagen niet goed op elkaar zitten, aan elkaar gehecht zijn. Waardoor er snel blaren ontstaan. De huid is zo dun... als die van een vlinder, zo kwetsbaar als die van een vlinder. En daar wordt het ook wel vlinderziekte genoemd. Bij EB ontstaan er dus snel blaren op de huid, wat dus ook voor vervelende situaties kan zorgen. Nu wil het feit dat ik drie hele lieve neefjes en een nichtje heb die helaas deze ziekte hebben. En ik wilde eigenlijk deze actie kenbaar maken. Om zo toch meer bekendheid te creëren voor deze ziekte. Want hoe meer mensen erover weten, hoe meer er bekend kan worden over de ziekte en hoe meer er ook onderzoek naar gedaan kan worden. Even kijken, nou hebben we een naald nodig. Ik heb een naaldje. Dan... Ik heb eventueel een linkje in de beschrijving gezet waar je wat meer informatie kan vinden, mocht je dat graag willen. Ja. En het hele doel is? Het hele doel is, wij prikken een ballon door met de woorden ogen open voor EB. Proberen we hem zonder te knipperen, proberen wij de ballon door te prikken. Eigenlijk de gedachte erachter is, een kind met EB, de huidziekte, moet dagelijks blaren geprikt worden met een naald. En dat is natuurlijk best wel intens, maar ze zijn eraan gewend. Dus eigenlijk doen ze het zonder te knipperen. Dus het idee erachter is, probeer het zonder te knipperen te doen. Dus bij deze zou ik zeggen, ogen open voor EB. Ik had sowieso mijn ogen keihard dicht. Maar goed, het gaat om de gedachte. Het gaat om de gedachte. Dus bij deze, er is een link in de beschrijving als je meer informatie wil. Maar als je meer wil weten, dan kun je ook wel DM'en op Instagram. Altijd even DM'en. Ja. Dus... En jouw zus heeft een blog erover, toch? Ja, daar is ze volgens mij niet meer zo actief op. Oké, dat maar is kan het even ja, die kan ik altijd nog even linken als je het eventueel dat leuk vindt. Ja. Oké. Nou, top. Dankjewel. Deze businessvrouw is onderweg naar haar lunch. Ik heb zo'n telefoon cool. Oh, kijk hoe mooi die blaadjes hier zijn. Zijn helemaal die kleuren perfect bij je pak, hè? Nou. Oh, we moeten eigenlijk een foto van mijn pak maken. Ja. Ja, misschien op een vlucht. Ja. Ja, dit is oranje, dat hebben wij pas gegeten. En ik ga heel eerlijk zijn, dat was echt niet lekker. Terwijl vroeger was het altijd lekker. Dus ik zou het nog wel een keer proberen. Dat ik naar jou stuurde, ja. Dan hadden we €74 afgerekend, terwijl eigenlijk niks lekker was. Maar vroeger was het fantastisch voor de... Dat vertelde je toen we in Zwolle waren. Ja, voor de lockdown. Dus ik zou het op zich nog wel een kans geven. Misschien was het een missetje. Hij wordt weer goed ingeslagen hier. Je ziet eigenlijk alleen maar, oh ja, frikandelbroodjes. Filet américain. Jongens, weten jullie nog dat ik zei dat ik Birte Bakker ging dwingen om mijn vensterbank aan te pakken? Dit is het moment. Wat er nu stond is letterlijk gewoon alleen maar planten. Dat is ook wat je hier ziet. Ik geloof dat ze hem ook even schoon gaat maken. Er liggen de hoop dode planten.
Die lamp kan ook weg hoor, als je wil. Ja? Ja, die zit niet in een stopcontact, dus die kan niet eens aan. Wat? Die zit niet eens in stopcontact, dus die kan niet eens aan. Nou, op zich wel leuk voor de afwisseling, maar misschien ergens anders. Ja, ik vind alles best. Oh, wat heerlijk, wat makkelijk. Maar hij zit wel vast onder de, dus je kan hem alleen schuiven, zeg maar. Preppy, de grote helper. De meeste bladeren die hier liggen zijn er door jou afgekauwd, meneer. Hey, terwijl jij hard werkt, begin ik vast aan mijn donut, ja? Wat? Terwijl jij hard werkt, begin ik vast aan mijn donut. Doe jij dat? Zeker. Jongens, Witte Bakker heeft besloten dat het af is. Ik ben zeer content. Het is nog steeds een lekkere plantenbende. Maar dan ook iets meer opgeleukt. En wat vooral ook belangrijk was, heb ik van de interieurstylist gehoord. Hoogteverschil. Ja, ja, ik heb hier iets van opgestoken. En zij heeft het benoemd tot haar georganiseerde rommeltje. Dus ik ben trots, zonder meer. Ja, het is jammer dat het tegen het licht in is, maar volgens mij kunnen jullie het wel goed zien. Ja, ik vind het echt leuk. Het is ondertussen zo'n 4 afleveringen. Oeh, oeh, hij schrikt van jou, wat ding. Ja, ik kwam heel aanrennen, want het ijs zo koud was. Ah. We kwamen tot de conclusie dat dit seizoen 6 is dat, hè? Ja. Is gewoon eigenlijk niet zo boeiend. Dus we hebben... Niet genoeg actionen. Nee, niet genoeg actionen. Dus we hebben friet gehaald. En... Wat verrassend van ons, hè? we keep on surprising. Ja, het echt. Is niet te Je geloven. Weet nooit waar het naartoe gaat. Nee, echt, dit hè? Is echt. Dat vind ik zo leuk van ons. Ja, maar we hebben wel 50 Shades aangezet. Gewoon. Dat had je niet verwacht, hè? Nee, die hadden je nu. Nee, terwijl, als je, ik denk, vlogde ik toen al. Jawel, jawel. Ja, zeker. Zeker. Nee, hallo? Geen kusjes. Oké. Okay. Kusjes. Dus we hebben de eerste 2 in de bioscoop gezien en de derde alle 2 niet. En die staat nu op Netflix. Jij bent hier alleen maar voor de friet, dat weten wij allemaal. Birdie is net weg. Ik heb echt hele zere lippen weer. Het is pikdonker. Zij zei ook van, het voelt echt alsof ik naar huis moet en naar bed. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want het is volgens mij 7:30. Ja, het is iets over 7:30. Dus dat betekent dat ik ook nog wat tijd heb vanavond. En het is super saai. Maar ik ga heel eventjes toch aan de... Oeh, hallo, aan de edit. Maar wel op de bank heb ik besloten. Ik heb de laptop er al bij gepakt. Ja, schat. Want Rodrigo is voorlopig toch nog niet thuis. En ik heb zondag een hele leuke dag gepland. Waardoor ik zondag niet zoveel kan werken. Dus ik moet toch nog een beetje inhalen. En morgen kan ik gelukkig wel de hele dag. Dan ga ik ook niet vloggen. Dus het komt allemaal goed. Ik zit zo vol. We hebben hamkaaschips. We hebben een donut op. We hebben een frikandelbroodje op. We hebben een broodje met filet américain op. En friet. Dus de vitamines. Misschien moet ik even een stuk fruit nemen, heb ik ineens het idee. Deze man was weer veel te laat thuis. Maar het goede nieuws is, hij is er. I got a question for you. Hi. From sportief.nl. If where do you see yourself in 5 years? Goeie vraag. Ja, hè? Ik heb geen idee. Nou, natuurlijk wel. I have no idea. Hoezo niet? I don't know. You don't think about that? No. Waar zie je jezelf in een jaar dan? Working probably. Okay, maar heb je, like, do you have bigger dreams with work? You want to work in a fancy star restaurant? No. You want to keep up these hours? Which hours? I barely work. You barely work. I mean, like, every day you're gone from 10 till 12 or 1. Yeah. At least I only work 4 days. Yeah. You want to keep up the 4 days? If I don't have a choice yet. I have to work anyways, I have to make money. Okay. Only if I find a sugar mama or something. Nee, sorry, verkeerde adres.
Nou ja, sorry. Dit was ook echt niet het antwoord wat ik verwacht had. Maar hij heeft er niet echt over nagedacht. Volgens mij. What is your biggest dream? I don't have dreams. What? What? You don't have dreams? No. You do. Ik weet, ik... You want to buy a house? That's not a dream. It's not a dream? No. Is that a wish? I can make that reality, you know, like... That's a good dream. You want to buy a house in Madeira? Not a dream? Not a dream. If it happens, it would be nice, but it's not. Ik geef echt op. Nah. Ik heb het geprobeerd. Deze jongen heeft, zoals je hoort, weinig dromen, weinig ambitie. Just a happy life, huh? Yeah. You chill. Want some kids? Yeah. You want a dog? Just chill. More cats? No more cats. Nee. Nou jongens, ja, ik weet het niet. Het is, meer ga ik er niet uitkrijgen, maar sportief, ik hoop dat je een beetje... Nee, je weet helemaal niks. We wachten het gewoon af, weet je. Ik blijf het gewoon vloggen en dan over 5 jaar kijken we even terug. Afgesproken. Wij gaan lekker slapen. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.